Waar we vanavond over hebben, over Skyworld Community en onze nieuwe informatie die we hebben. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers en ik ben sinds juni 2020 bij de nieuwe communicatiegroep voor Skyworld Community. En wij gaan mensen in onze eigen taal op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. En zoals we allemaal weten, is er in de wereld veel aan de hand wat het milieu betreft. Dieren die lijden honger, pijn. Ons milieu voor ons, de luchtzuivering is gewoon slecht. Er moet iets aan gedaan worden en er moet een oplossing voor zijn. En wat is de nieuwe oplossing? Vervoer door de lucht. Dan hoeven er geen wegen meer gemaakt te worden, kunnen niet kapot gaan, kunnen geen dieren doodgereden worden. En het is ook nog eens dat het eigen energie opwekt, zo moet ik het zeggen. Dat het zelf de eigen energie opwekt. En ze hebben minder ruimte nodig, omdat de weg die op de grond gemaakt wordt niet nodig is. Er zijn alleen kabels in de lucht of harde verbindingen. Sorry, ik kom niet uit mijn woorden. Maar dat is een heel ander verhaal. Er zijn alleen kolommen die smal op de grond zijn en de rest is boven de grond. En wie heeft dat gedaan? Anatoly Yuninsky. En hij werkt al meer dan 40 jaar aan een oplossing om dit voor elkaar te krijgen. En inmiddels zijn er twee parken waar de testen uitgevoerd worden. En waar inmiddels ook mensen, landen besproken hebben dat ze dit willen gaan bouwen. Dit is Anatoly Yuninsky. Linksonder zie je zijn eerste model, waar hij mee begon is 40 jaar geleden. Een vrachtauto met ijzeren wielen, die schuin omhoog gereden werd en dat lukte. En bovenin links, daar zit hij zelf voor zijn laatste model, de High Speed Unibus, de U-Flash. En die kan tot 500 km per uur. De meeste wagons die ik laat zien, die kunnen tot 150 km per uur. Rondom de meeste passagiersvervoer. Maar dan heb je hier ook nog het containervervoer. En containervervoer is ook een hele belangrijke pijler in de verkoop van deze modellen aan verschillende landen. Maar nou zeggen mensen, ja, maar dit bestaat al lang. Ja, dat klopt. In Duitsland en ook in China zijn daar van die banen, maar daar zitten de wielen aan de bovenkant in plaats van aan de onderkant. Maar verder is er geen verschil, want ze stoten nog evenveel slechte stof uit. En dat is ook zo met kabelbanen in de sneeuwgebieden. Het woord zegt het al, kabelbaan. Dat wil zeggen dat het met de kabel voortgetrokken wordt. En het kan nooit een hoge snelheid bereiken en mensen dus ook niet van de ene stad naar de andere stad vervoeren met een snelheid van 150 of 500 km per uur. Als we nu uitleg gaan geven hoe dat traditioneel gebouwd wordt en hoe dat het nu gebeurt met de gewone, met ons manier van vervoer, wat ik nu uit ga leggen, dan wil dat zeggen dat je van A naar B wordt normaal een aardoppervlak geëgaliseerd. Dat wil zeggen dat de dieren die daar leven en wonen, dat die moeten verhuizen. En als het is zoals Anatoly Yuninsky het ziet, dan zet je pilaren neer, zoals het derde plaatje. Maar het vierde plaatje geeft al aan dat de pilaren ook ver van elkaar kunnen. Het ligt er een beetje aan wat voor soort vervoer er overheen gaat. Maar dan wordt de wegbedding aangelegd op het tweede niveau. En als de kabel dan strak getrokken wordt, en dat is eigenlijk hetzelfde als dat je het in mijn gitaar ziet, wordt ook de snaren strak getrokken. Zo kunnen ze deze snaren ook vastzetten aan uiteinden en dat zijn de stations. En als ze die vastzetten aan de uiteinden, dan kan daar een wagon overheen, een lange trein overheen. Maar als je die wagon in stukjes knipt, die trein, dan krijg je losse compartimenten. En die geven nog minder druk op de rails. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan kunnen de losse zelfrijdende compartimenten zelfs met een tussenruimte van 10 seconden van elkaar gaan rijden. De voorgespannen kabels of de ijzeren stalen balken, die hebben een binnenkant. En de binnenkant wordt versterkt door de bekabeling die erin zit. Getwiste snaren zijn dat en die zitten in een polymeeroplossing. En de wielen zelf die rijden over die harde stalen buizen en daardoor wordt er energie opgewekt. En als je dan kijkt, het linkse plaatje linksonder, dan zie je ook het ontsporen kan niet, want aan de zijkanten in die oranje rondjes, daar zie je het ontsporingssysteem.
De wielen blijven zo altijd op zijn plek door dat ontsporingssysteem. En rechtsonder zie je het echt in een foto van een wagon waar het mee gemaakt is. En dan zie je hoe het echt in werkelijkheid is en hoe het op de tekening is. Ook het energieverbruik kan verminderd worden. Als je het vergelijkt met een auto, achter een auto krijg je altijd een werveling. Als je dan krijgt in een windtunnel, dan zal de snelheid afgeremd worden door die werveling. Dat zie je bij de U-flash niet. De U-flash zit boven de grond. De wind kan aan de bovenkant en de onderkant er vloeiend boven en onderdoor. En aan de achterkant gaat hij ook weer heel vloeiend weg. Er kan geen werveling komen. En dat is heel belangrijk om de snelheid te kunnen houden. Wat kan Anatoly Jeninski hiermee bereiken? Ten eerste, het leefmilieu voor dieren zelf echt verbeterd worden. Het transport wordt versneld, want vrachtauto's hoeven niet meer op de weg met hun containers te rijden. Die gaan over de auto's heen. En de files die worden daardoor opgelost, want niemand hoeft meer te wachten op die vrachtauto's. En alles is geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Dat wil zeggen eigen opgewekte energie en niet meer van fossiele grondstoffen. Ze hebben ook een eigen opleidingscentrum, want dit is een heel speciaal iets wat nog nooit ontwikkeld is verder. En daarvoor hebben ze studenten die al gestudeerd hebben op dit systeem. En die zijn inmiddels ook al afgestudeerd. En rechtsonder zie je een groep studenten die hier les krijgt hoe dat het allemaal werkt en wat er dan te zien is. En zo komen er regelmatig studenten van andere universiteiten, want er is een universiteit vlakbij de parken, zeker in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in andere landen, uit andere landen komen studenten. Sorry. Wat is er inmiddels ontwikkeld? Er zijn 3 verschillende spoorstructuren ontwikkeld. De bovenste is de doorhangende lichte spoorstructuur. De middelste is de enkele spoorstructuur en de onderste is de dubbele. De dubbele wil zeggen dat er aan de onder- en de bovenkant een wagon kan rijden. Linksonder zie je de doorsnee van zo'n spoorrail. En dan zie je een ijzeren omhulsel. En daarin zit de bekabeling. En die polymeeroplossing die zie je ook zitten. Dan zie je er middenin ook nog buizen. En dat is de bedoeling om daar internet en alle andere soorten leidingen eventueel erheen te maken als het nodig is. En rechts zie je de werkelijke afmeting van de bovenste doorhangende spoorstructuur. En als je dan goed kijkt, zie je die bril daar liggen. Als je dan ook ziet dat die spoorstructuur zo smal is, maar dat daar een zware wagon aan kan hangen waar 6 of 7 mensen in kunnen, dan zie je hoe sterk het is. Kun je wel iets bij voorstellen, denk ik. Maar voordat ze de markt kunnen betreden, moeten natuurlijk deze voertuigen, maar ook de rail en alles moet getest zijn. Er moeten certificaten komen dat het allemaal goed is. En hier zie je rechtsonder Anatoly Jeninski met een certificaat in zijn handen. Dat wil zeggen dat de tests weer zijn doorstaan en dat hij weer verder kan voor verdere ontwikkeling. Zo zijn er heel veel certificaten nodig. Hier zie je onder andere certificaten, ook onderscheidingen, dat hij weer iets speciaals heeft gedaan, maar ook patenten. En patenten zijn heel, heel belangrijk, want die geven het bedrijf een voorsprong op de concurrentie. Maar ook heeft hij in 2019 gesproken in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Dat is echt wel heel belangrijk. Als je dan ziet dat hij in 2015 officieel begonnen is in het park om dingen te ontwikkelen, en dat hij zo snel zijn expertise, zijn kennis bekend geworden is, echt in de bedrijven die er meer van weten, dan weet je wel dat dit heel erg speciaal is. En rechtsonder, daar zie je een document en dat is een certificaat uit 2018. En toen is hij lid geworden van een grote internationale organisatie. En er was een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoeksorganisaties uit 96 landen. Sorry. En dat was de International Association of Public Transport, de UITP. Ook weer heel erg belangrijk dat hij daar lid van mocht worden. Want als je dan kijkt hoeveel landen over de wereld er zijn en hoeveel dat er maar aangesloten mogen zijn, dan moet je echt heel goed zijn, wil je hier toegelaten worden. En dat is goedgekeurd in Brussel op 16 februari 2018. Dus België zegt wel dikwijls van dingen mogen niet, maar het is gewoon officieel. Wij mogen dit allemaal vertellen. Je mag alleen niet vertellen wat de financiële voordelen voor ons kunnen zijn. En dat is wel jammer. Maar als je daar iets van wilt weten, dan mag je me altijd bellen.
Ik heb hier op het eind een telefoonnummer staan. Nou zijn er ook mensen die heel technisch zijn. En die willen graag weten hoe het allemaal werkt en in elkaar zit. Wil er iets meer van weten? Nou, er is een aparte website en daar kan men gaan kijken voor de mensen die daar interesse in hebben. Maar mensen die alleen maar willen weten wat de verdere ontwikkelingen zijn zonder technische details, die kunnen naar een andere website. En daar vind je het voor ons makkelijker leesbaar informatie. Hier zie je de verschillende wagons. Links zijn alle wagons die het eerst ontworpen zijn. Voor 1 persoon, 2 personen tot zelfs 14 personen aan toe. Allemaal verschillende modellen. Die zijn allemaal gemaakt op aanvraag van een land. Begrijp dus goed, dit is niet zelf uit zijn eigen allemaal ontwikkeld. Er zijn landen geweest of bedrijven die ergens naar gevraagd hebben. En dan wordt het ontwikkeld. Rechtsboven is de U-Flash. Die is de enige die tot 500 km per uur kan. Links kan allemaal tot 150 km per uur snelheid halen. En dan de twee rechtsonder. Die zijn weer ontwikkeld door, volgens mij, het land Kyrgyzstan. Niet ontwikkeld, gevraagd om te ontwikkelen. Want die wilde een ander model. Die wilde een goedkoper model, niet te duur. Die wilde niet zo'n luxe uitstralingen hebben. Die wilde gewoon dat er op een goedkope manier mensen vervoerd konden worden. Want daar is het wegennet nog niet zoals wij hier gewend zijn. En die twee onderste zijn ontwikkeld vanuit de rechts, de Unilight, dat blauwe plaatje helemaal rechts. Dat was Unilight, die is getest in het park in Belarus. En vanaf dat model is men de twee laatste, de U-bussen, U5-54304 en de U4-21201. Dat zijn de twee die daar eigenlijk van afgeleid zijn. Dat is heel belangrijke informatie. Ik heb straks nog foto's ervan. Dit is het eerste land wat bekend werd dat die iets gekocht hadden. Dus dat is wel heel mooi. Meer kan er nog niet van verteld worden, maar het is wel heel fijn om te weten. Dan zijn hier nog een aantal modellen. De bovenste twee zijn voor containervervoer, of zand of ijzerrets of iets in de bovenste. Onderste is de container en daaronder heb je de lopende band, de transportband. En dan zie je heel mooi dat de transportband vanuit een bepaalde plaats kan komen en op de plaats van bestemming, dan draait hij een halve slag en dan kan alles mooi in voorraadbakken opgevangen worden. Over containervervoer vertel ik straks meer, komt er nog meer van. Hier zie je eerst nog even de lopende band, in het groot, hoe dat loopt. En er zijn twee prioriteitsrichtingen voor Juninski. En dat is personenvervoer en transport. En dat transport, dan is het vooral het containervervoer. Dit is het kantoor, de kantoren moet ik eigenlijk zeggen. Rechtsonder is het eerste kantoor, dat witte gedeelte, bij dat grote blauwe. En dat blauwe was de productiehal. En rechtsboven is de allerlaatste nieuwe kantoor wat ze betreden hebben, wat ze gekocht hebben. En dat is helemaal, in het hele kantoor zitten alle mensen van Juninski te werken, alle medewerkers. Inmiddels hebben ze meer dan 700 hoog gekwalificeerde specialisten in dienst. En die hebben vanuit 80 afdelingen zijn die aan het werken. Maar er zijn wel meer dan 1000 mensen in dienst die allemaal andere baantjes hebben. Maar de hoog gekwalificeerde specialisten zijn 700 mensen. Is wel heel veel. En de totale oppervlakte aan kantoren en productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. Dus niet alleen dit gebouw rechtsonder, maar er zijn nog meer productiehallen. Ze zijn begonnen in Minsk in 2015. En daar was het eerste test, certificerings- en demonstratiecentrum werd daar gebouwd. Ze hebben daar een stuk grond gekregen die vervuild was, oud militair terrein. En dat hebben ze mogen gaan ontwikkelen. Als je deze foto heel goed bekijkt en je kijkt daar de foto uit 2019, dan zie je de vijver achter dat er al een heel ander verhaal is. Daar is nog gewoon een vijver waar niet veel gebeurd is. Als je dan hier kijkt, het park goed verder ontwikkeld is en moet eens kijken wat er bij die vijver allemaal al gebeurd is. Wij hebben vanaf 2019 daar niet meer kunnen gaan kijken door de pandemie die er nu is. Maar ik heb nou zo meteen ook nog een foto vanaf de kant van de vijver, aan deze kant heen een foto gemaakt. En dan zie je dat daar een heel vakantiepark gebouwd is. Ook zijn er vragen van mensen die zeggen van, goh, als die wagon op een of andere manier stilvalt, hoe moeten we dan uit? Dat is levensgevaarlijk, kun je er niet uit? Jawel, dat kan wel. Want elke wagon, dat zie je rechtsonder op het plaatje, die hebben allemaal een uitsteeksel, een soort
koppelingen, trekhaak. En de wagon die komt, of het nou een container is of een andere wagon, de eerstvolgende die komt, koppelt hem aan en die brengt hem naar de volgende station, waar dan mensen uit kunnen stappen en waar gekeken kan worden wat er aan de wagon gedaan moet worden. Als je op dit plaatje helemaal bovenin kijkt, dan zie je links naast het bossen, aan de rechterkant, dan zie je dat daar al gebouwd wordt. Daar staan al huizen. Maar helemaal naar links is inmiddels ook al heel veel gebouwd. Maar als je niet goed kijkt, dan kijk je alleen naar de twee wagons. Maar helemaal achterin zie je dat daar ook heel veel werkzaamheden gebeuren. Als we dan kijken wat er nu gebeurt in Sharjah en Dubai. Ga ik nu even wat meer over vertellen. Want in 2018 in april hebben de sheiks dat voor de eerste keer gezien. Die vonden het geweldig. Die zijn altijd uit op de nieuwste ontwikkelingen. En die willen altijd graag het eerste alles hebben. Die vonden het zo geweldig en ze hebben in hetzelfde jaar al, in september 2018, een handtekening gezet onder een contract. En kreeg Juninski ook een stuk grond toegewezen waar hij mocht gaan bouwen. Hoe geweldig is dat? Inmiddels wordt daar ook gebouwd. Het is daar wel 3 keer duurder bouwen als in Belarus. Met de woestijn en overal daarmee rekening gehouden moet worden. Maar er wordt daar gebouwd en ook in Belarus wordt ook verder gebouwd. En nadat ze die handtekening gezet hebben, toen zijn ze naar het park toegegaan, of naar de woestijn moet ik eigenlijk zeggen, en hebben ze officieel die geopend. Je ziet het helemaal onderin, het rechtse plaatje. Er was toen nog helemaal niks. Ze hebben daar bij de auto's een officiële opening gedaan. En vanaf toen zijn ze aan het bouwen gegaan. En alles wat ik hierna vertel is dus in eigenlijk ruim 2,5, 3 jaar, bijna 3 jaar, is dit gebouwd. En als je dan ziet wat er allemaal staat, en als je weet hoe lang dat het in Nederland duurt voordat er iets gebouwd gaat worden, meer dan 10 jaar, dan zie je dat ze in nog geen 3 jaar heel veel gedaan hebben. Dit is de eerste route die ze klaar hadden. Dan zie je rechts achterin dat het station nog niet klaar is, nog in aanbouw staat in de steigers, maar ze zijn al begonnen met testen van de wagon. Dit is een lengte van 400 meter. Vanaf het station naar de eerste pilaar is het 100 meter. Tussen de twee pilaren in 200 meter. En daarna van de pilaar hier dichtbij naar de andere station is het weer 100 meter. Deze route, dit stukje heb ik ook mogen rijden toen wij in de Verenigde Arabische Emiraten waren in november. Toen waren hier al wegen aangelegd en alles. En we hebben echt, Earl en ik hebben hier mogen rijden in die wagon. Heel geweldig om mee te maken. Als je dan kijkt dat er vanaf september 2018 tot nu toe dit gebouwd is, dan zie je links het ecohuis linksboven met een mooie rondom ervoor. Wij zijn er binnen gelopen. Er zit geen dak bovenop, maar het voelt daar zo cool als je binnenkomt. Buiten is het heet, je loopt daartussen en het is cool. Zo apart. In het midden zie je de tuin. Boven in het midden is de tuin hoe ze hem aangelegd hebben. En dan daaronder is hoe hij nu is. Zo groot zijn die planten allemaal aangegroeid. Ze hebben speciale grond die echt gezond is voor het leefklimaat van de planten. En je ziet hoe snel dat dit kan groeien. En rechts zie je rechtsonder een station in aanbouw en nog een ander gebouw wat gewoon nodig is om te bouwen. Hier is gewoon heel veel gewerkt, heel hard gewerkt. Zeker tijdens de pandemie mocht men maar gedeeltelijk werken. En dat ze dit nog voor elkaar gekregen hebben. Er werd op minder dan halve kracht gewerkt. Ja, anders was het allemaal veel sneller gedaan. En dat is dan ook te begrijpen van waarom duurt het zo lang. Ja, externe factoren kun je nooit weten van tevoren. Toen wij daar in de Verenigde Arabische Emiraten waren, hebben wij daar maar rond mogen rijden. Toen hebben wij ook hiervoor gestaan. Voor deze bogen, dit is een route van 2,4 kilometer lang. En je kijkt hier helemaal doorheen tot helemaal de achterkant. Heel mooi om te zien. Zeker ook als je daar zelf staat en je ziet het. Denk je, wauw, dit zie ik nu wel. Hier zie je nog een aantal plaatjes. En dan vooral is het belangrijk het rechts onder het plaatje. Want daar zie je dat daar de 2,5 kilometer lijn, die wordt gebouwd. En die lijn, als die klaar is, kan men gaan testen met de zware containers. Dat is heel belangrijk. Hier zie je het een beetje groter. En als je dan links met die pijl, speciaal voor de mensen uit België, daar liggen de rollen die geleverd zijn door het bedrijf Bekaert. Elke Belg kent het bedrijf Bekaert. Zo bekend is dat. En die zeggen dan ook van, nou, als die leveren, dan hebben ze het bedrijf echt wel goed onderzocht. Dan moet het een goed bedrijf zijn, anders dan zouden hun echt niet leveren. Wij kennen in Nederland het bedrijf niet, maar ik geloof die mensen wel.
Dus vandaar, als je dit ziet en hoort en dit weet, bedenk hoe uniek dat het is dat wij hier, voordat het bedrijf ook maar naar de beurs gaan gaat, mogelijkheden hebben om voor onszelf ook iets te winnen. En hier nog een aantal plaatjes. Dan zie je $1 vervoer kost het per 100 ton en per 100 kilometer. Dus 1 cent per kilometer, per ton. Goedkoop toch? Dit is in de fabriek en dan zie je links, waar ik het net over had, voor Kyrgyzstan, de wagon die hier op transport gaat. Hij is klaar, hij wordt ergens heen gebracht. En rechts zie je dat je in de fabriek dat er meer gebouwd wordt. Je ziet dat er niet één juflis staat, maar er staan er drie. Je ziet er hier drie. Dus de productie is in volle gang. Ze bouwen en ontwerpen sinds 2014 dit systeem. En alle modellen worden gepatenteerd. Dat wil zeggen dat er patent op is. En in het voorjaar van vorig jaar zijn ze overgegaan van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie. En ook naar verkoop op de internationale markt. En dat is wel heel mooi. En dan komen delegaties uit verschillende landen komen kijken. En dan zie je linksonder op de foto, daar zit een controleur die in de wagons kan kijken, maar ook alles kan zien, alle data, want die moet verzameld worden om goedkeuringen te krijgen. Die wordt hier, alle data wordt daar verzameld. En rechtsonder, daar zie je al dat er een grotere wagon getest wordt in de Emiraten. We zien altijd een kleintje, maar hier heb ik een foto van de grotere. Ook heel mooi. En dan zeggen mensen, ja maar, hoe oud is hij, die Anatoly Ginitski? Wat als hij er daar niet meer is? Gaat dit dan allemaal door? Nou, hij staat hier al in Sharjah bij de toegang naar het park rechts achter hem. En dan zie je ook die auto tussen de twee mannen in. Die komt daar van het park af, die gaat weer weg. Dat was de toegangsweg waar wij ook heen gereden zijn toen wij daar vorig jaar waren. En dit bord hebben wij ook gezien, heel mooi. En Anatoly Ginitski staat daar links bij het bord. En rechts staat zijn zoon. Nou, dan hoef ik niet meer te vertellen, dan weten jullie voldoende. De certificaten die ze hebben hier voor warm klimaat, dan moeten die aan heel veel eisen voldoen. Niet alleen aan de wagon, zoals bij een auto moet een auto aan eisen voldoen. Nee, hier moet niet alleen de wagon aan eisen voldoen, maar ook de spoorstructuur. De hele constructie. Alles, het elektrische gedeelte. Niet alleen in de wagon, maar ook in die rails. En ook de anker- en tussensteunen van het reizigersstation. Want als er ergens iets fout is, dan kan dit systeem niet draaien. Normaal, als je een auto ontwerpt, hoef je geen weg te ontwerpen. Hier moet dat wel. Dus er is zoveel meer wat ontwikkeld moet worden. Heel geweldig dat ze hier een certificering voor hebben gekregen voor warm klimaat. En daarmee voldoen ze aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Dus dat is heel fijn, want landen hebben nu een besluitvorming, is veel makkelijker. Ze hoeven zelf niet meer deze controles allemaal te doen. Dat is heel mooi. Ze kunnen de wereldmarkt betreden en inmiddels zijn ze niet alleen in gesprek met Abu Dhabi, Dubai en Sharjah, maar ook met de buurlanden zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait en meer landen daaruit de omgeving. Dus hoe mooi is dat dan? En wij zitten bij dit bedrijf. Wij zijn een stukje eigenaar. Er wordt voor ons gewerkt. Ginitski zei toen, we doen mee met de aanbesteding van de RTA om op korte termijn sporen te bouwen voor transport in de stad. En hij zei, we doen mee en we hopen te winnen. Voor zover ik kan zien, biedt U-Sky de beste oplossing voor Dubai, maar het is aan hen om te beslissen. En wat is er beslist? Want er zijn vier landen die overgebleven waren. En Anatoly Ginitski heeft het gewonnen van China, de VS, Israël en Frankrijk. Want die waren er ook bij betrokken. Het is gewoon heel belangrijk. En nu bekijken ze ook nog een lijn van Sharjah, links op het plaatje, rechter plaatje onder, rechtsonder. En dan links van bij de zee naar rechts, waar de rode puntje staat. Dat is Khor Fakkan. Van links naar rechts, dwars door het Emiraat. Daar wordt een 125 kilometer lange lijn gebouwd. 100 kilometer over vlak land en 25 kilometer door bergen. En daar wordt nu ook een prijsopgave voor gegeven. Dus Juninski heeft gewoon hier alweer een mooi traject. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft niet alleen het traject van A naar B berekend, maar ook in het hele havengebied en de hele stad.
heeft hij ook een prijsopgave neergelegd om dat te laten zien, dat het ook in die stad kan. Dus we zijn benieuwd wat daarvan komt. Maar ik weet wel dat daar voorlopig niks over bekendgemaakt gaat worden. Het is vooral de sharia, dat traject, daar gaat men op verder. En de anderen die worden achter de schermen verder verwerkt. En daar gaan we voorlopig niks van horen, is er gezegd. Maar waar we wel iets van horen, zoals hier van Dubai, vliegveld bovenin, naar links onderin een vliegveld. Daar wordt ook een trajectberekening gedaan. En beide vliegvelden gaan naar de haven. En die willen vanuit de haven, dus de scheepvaart, willen ze luchtvaart en scheepvaart, containervervoer verbinden met elkaar. En als je dan kijkt van het vliegveld onder naar de haven, dat is een lengte van 18,5 kilometer. En daar hopen ze in 14 minuten van A naar B te zijn. Dus dat is wel heel mooi. Hier zie je Oleg Saretsky bij een traject wat er staat, wat in Dubai gereden gaat worden. En dan zie je hier eigenlijk hem aanwijzen waar de stations zijn. Heel mooi. Wat zijn de voordelen verder? Belangrijke logistieke problemen worden opgelost. Dit zal niet meer gebeuren. Wat je hier ziet, gebeurt niet meer in die landen. Die gaan echt een ander soort vervoer krijgen. Maar ook de late lostijden voor containervervoer wordt heel erg verkort. Ze hebben heel weinig grond nodig, want als je rechts onder het plaatje kijkt, dan zie je een wegdek. Nou, daar heb je heel veel lagen voor nodig voordat het gebouwd is. En wat is er op de tussenruimte? Daar is een pilaar van Anatolij Juninski en daar kan het vervoer ook heen. Dat is heel mooi en ze hebben ook geen dure terminals nodig, maar ook geen dure ondergrondweg om te bouwen. Men kan het met af en toe een keer een pilaar doen. Die kunnen van af 288 meter van elkaar staan tot zelfs 2 kilometer. Dus dat is heel erg veel. Maar waardoor wordt Yuskay nog meer onderscheiden? Vooral door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in het personen- en het vrachtvervoer. Het is ook bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen, ook betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En ook voor het milieu is het gewoon heel fijn voor de biodiversiteit en ook de vruchtbare grond die blijft intact en de dieren kunnen blijven leven en de trekroutes worden niet geblokkeerd. Als je dan kijkt naar de kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer $30 miljoen per kilometer. Maar het jaarlijkse onderhoud kost per kilometer ook nog eens $100.000. En dat die elk jaar opnieuw, hè, steeds weer. De Hyperloop die is nog niet helemaal gebouwd, maar men heeft nu al uitgerekend dat het zeker $50 miljoen per kilometer kost. Onderhoud weten we ook nog niet, maar dit is in de conceptfase en wij weten allemaal dat het altijd duurder gaat worden. Als je dan kijkt naar een kilometer metro, die kan zelfs oplopen tot $150 miljoen per kilometer. Heel veel. En als we dan gaan kijken naar het deel van Juninski streektechnologie, dan zal dat ongeveer $10 miljoen per kilometer zijn. Maar gemiddeld is het tussen de 1 en 10 miljoen. Op moeilijke ondergrond zal het $10 miljoen kosten, op makkelijke ondergrond $1 miljoen. Dus gemiddeld een kostenpost van $5 miljoen per kilometer is heel goedkoop, zit je heel erg onder de prijs van andere vervoersmogelijkheden. En dan erbij, onderhoud is niet nodig. Er zitten bladblazers vlakbij de koppeling van zo'n wagon en die blaast constant waar ze heen rijden de rails schoon. Dus Juninski stringtechnologie die gaat echt de industrie heel erg veranderen. Snap je nu waarom dat er de concurrentie zo bang is? Oh, hier is van Bekaert. Bekaert die heeft dus geleverd. En hier zie je de foto in de woestijn. De rails liggen in de woestijn. Ik kon het straks op de andere plaatje zien. Maar hier zie je dus hoeveel kabel dat er geleverd is. En dat is alleen maar voor de lengte van 2,5 kilometer spoor. Dus kijk hoeveel dat er nodig is. Maar dan is het wel gigantisch sterk. Hier kunnen we echt zien, ik heb van Vladi de foto gekregen. Dit is contactpersoon van mij die mij van alles op de hoogte houdt. En dan zie je met de ondergrond hier dat hij hier in Belarus staat. Dus hier is geen woestijn, maar de ondergrond. Ook in Belarus is bekabeling geleverd. Bekaert kan heel veel leveren. Hier zie je dat, Juninski stringtechnologie en Bekaert. Echt, deze formulieren staan op elke rol. Kijk. Hier zie je op elke rol zit zo'n formulier
om te laten zien van wij hebben dit geleverd en moet daar naartoe. Heel mooi. Nou zeggen mensen, ja, maar het duurt allemaal zo lang. Ja, dat kan best zijn. Maar als je dan kijkt wat er allemaal aan gerealiseerd is. Hè? In 2015 hebben ze de grond gekregen. Toen zijn ze begonnen met de bouw. Het jaar daarna hadden ze de eerste rail al klaar. Ze was ook in Sharjah. Was ook binnen een jaar de eerste rail klaar. En kon men gaan testen met dit model. Dus hier ook de Unitruck was klaar. Kon men gaan testen. Het jaar daarna kwam de Unibus en de Unicar. Ook in 2017. En in 2018, heb je net gehoord, kwamen de Arabieren. Die vonden het geweldig en die hebben een handtekening gezet. En in 2019, een jaar later, was het eerste 400 meter traject klaar. Kon men daar ook gaan testen. Want men moet testen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een jaar aan een stuk. En dan moet men alle data van verzamelen. Dat wordt door externe bedrijven gecontroleerd. En als het goed bevonden is, krijgt men een certificaat. Maar als er ergens iets niet goed is, dan duurt een testperiode nog langer en nog langer. Of er moeten verbeteringen komen. Dus dat mensen zeggen, het duurt zo lang. Ja, normaal. Maar het moet goed zijn. Er mag niks fout gaan. Want als er maar iets fout gaat, is het gewoon afgelopen. Ze willen alles voorkomen om te zorgen dat dit traject meteen helemaal goed is. En dat alle kinderziektes eruit zijn tijdens de testperiode. En niet als er mensen in reizen van A naar B. Nou, dan kwam er in 2020 ongeveer, eind 2019, stond hij op de beurs, de Uniflash. Die was gebouwd voor 6 personen, super luxe model. Die kan tot 500 km per uur minimaal. En in 2021, is tijdens de pandemie, is de Unicont ontwikkeld. Want er was zoveel vraag naar buiten het passagiersvervoer, ook naar containervervoer, dat men daar ook mee begonnen is. Wat in eerste instantie niet de bedoeling was. Het is begonnen met vervoer voor particulieren. Maar nu komt dit vervoer van containervervoer, zal nog veel sneller gaan en veel sterker verkocht worden als het particuliere vervoer. Dus dat is wel heel apart, maar wel heel mooi. Ook de media is er inmiddels achter. Die heeft het gehoord en gezien. Deze man, die verslaggever, die hoorde ervan. Die dacht, nou, dat wil ik zelf meemaken. En die is er naartoe gegaan. En die vroeg dat hij mee mocht rijden en mocht kijken en alles meer. Ze hebben een hele rondleiding gegeven. Hij heeft daar een klein kort filmpje van gemaakt. Op online gezet. En dan zie je dat Fox News en CNN het meteen overgenomen hebben. Maar ook hier andere projecten, andere nieuwszenders, die hebben het allemaal overgenomen. En het was allemaal deeltjes uit zijn verslag. Zo mooi om te zien. Maar hier zie je ook het blad Construction Week. Wat staat er op de voorkant? Een wagon van Anatoly Yunitskiy. Heel mooi. Maar ook binnenin hebben ze er zoveel tijd aan gewijd. Moet hier kijken hoeveel pagina's. Geweldig toch? Dat wil zeggen dat mensen die er verstand van hebben, en dat zeker, is zeker mensen van de Construction Week, die zijn daarvoor, dat die er heel veel over kunnen schrijven en er echt heel erg enthousiast over zijn. En ze schrijven, Yunitskiy stringtechnologie, Inc., het passagierssegment die het passagierssegment implementeert, lijkt erop dat het transport- en infrastructuurcomplexen van het bedrijf een meer levensvatbare oplossing kunnen zijn dan misschien het overschatte project van Virzing Hyperloop. Want Virzing Hyperloop, het woord zegt het al, de Hyperloop is ontwikkeld door het bedrijf Virzing. Andere bedrijven kunnen dat overnemen. Men is er geen patent op aan gaan vragen, omdat ze hoopten wereldwijd dat alles op elkaar zou aansluiten. Maar Yunitskiy stringtechnologie was ook met deze ontwikkeling bezig. En nou ziet het blad Mediabron, de Mediabron, die ziet dus van World Construction Today, die ziet dus dat het van Yunitskiy waarschijnlijk veel en veel beter zal zijn. Mooi voor ons om dat te horen. En wat schrijven ze? Het ingenieursbureau Yunitskiy stringtechnologie gaat het passagierssegment in de praktijk wel brengen, terwijl Virzing Hyperloop het idee van passagiersvervoer verlaat. Ze schrijven, vaak in reizen die versnellen tot boven de 1000 kilometer. Virzing Hyperloop verzekerde destijds dat het in de praktijk ging brengen. Maar niet zo lang geleden maakten ze bekend dat ze het idee van personenvervoer hebben losgelaten. En toen meldde de Financial Times dat Virzing Hyperloop volledig was overgestapt op goederentransport. Geen passagiersvervoer meer. En ze schreven, de auteur van Yunitskiy stringtechnologie wijst erop dat zelfs in moeilijke tijden als gevolg van de pandemie hun de plannen niet hebben opgegeven om een apart soort vervoer te maken. Ook COVID-19 belemmerde
niks voor de genetisch gestreng technologie. En ze schrijven dat ze begrijpen dat de pandemie ook de activiteiten van de genetisch gestreng technologie ernstig bemoeilijkt moet hebben. Maar ook tijdens die moeilijke omstandigheden die door de pandemie werden veroorzaakt, gaven ze hun plannen niet op. Ze gingen door. En wat biedt genetisch gestreng technologie? Op het gebied van personenvervoer, ze ontwikkelen, produceren en testen viaducttransporten en infrastructuurcomplexen. Gecontroleerde kunstmatige intelligentie. Er zit dus veel meer tussen als wij denken. Kunstmatige intelligentie is gewoon een heel belangrijk iets. En Virsing Hyperloop, die destijds aankondigde dat ze passagiersvervoer gingen bouwen, die met snelheid tot meer dan 1000 kilometer konden reizen, die zijn ermee gestopt. De media was destijds wel heel erg enthousiast over het idee. Maar ze waren ook best wel een beetje sceptisch, sommigen hoor. En daardoor gingen mensen, de wetenschappers en ingenieurs gingen in discussie met elkaar. Omdat er voor- en tegenstanders waren. En ze hebben, genetische stringtechnologie heeft een ander soort vervoer ontwikkeld. Niet precies hetzelfde, maar het lijkt er wel op. En zij denken nu dat de vervoer van genetische stringtechnologie, dat die dus een beter concept zal hebben. En hier zie je het in het klein, in het ecohuis. Want in het ecohuis hebben ze tijdens de expobeurs in de Verenigde Arabische Emiraten, in Dubai, daar was tijdens de expobeurs, elk land kon daar iets laten zien wat ze interessant vonden. En in Belarus, die hadden daar allemaal tv-schermen langs de kant gezet. En dan kwamen ze eventjes op het tv-scherm. Ja, dat zien wij ook wel allemaal. Dus wat heeft die genetische stringtechnologie gedaan? Die heeft tegen hoogwaardigheidsbekleders of belangrijke mensen die interesse hadden gezegd, wij hebben een taxivervoergedeelte. Jullie kunnen instappen. Kom mee naar ons park. Daar hebben we het in het klein allemaal staan. Kunnen we jullie alles uitleggen. Dan mogen jullie ook een keer mee rijden. Daar hebben heel veel landen gebruik van gemaakt. Dus het voordeel van die expo is voor genetische stringtechnologie heel goed geweest om het hier op te bouwen. Want ook nu nog komen mensen uit die landen terug. En die komen weer kijken en de beurs is lang afgelopen, de expo. Had dit allemaal weggemoeten en nu hebben ze het gewoon nog. Dus mensen komen kijken. En dan zie je boven in de bovenste pijl, dan zie je dat de flexibele lijn erbovenin. En onderin zie je de harde lijn. En dan tussen die rails, dan zie je nog een buis. En ik wist toen niet wat het was. Ik vroeg het, ze wilden eerst geen antwoord geven. En op een gegeven moment zeiden ze dat dat dus voor de Hyperloop was. Heel mooi om dat toch te zien. Heel veel landen hebben inmiddels testritten gemaakt. En de volgende landen hebben allemaal proefritten gemaakt. Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, de Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. En nog een aantal andere landen, maar deze weet ik zeker allemaal. En delegaties van de volgende landen zijn inmiddels in gesprek gegaan met genetische stringtechnologie. Dat zijn Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait, maar vooral ook Vietnam, dat is heel groot. Indonesië, India is weer terug. Frankrijk, Zweden, Mexico en Ecuador. Maar ik weet ook Brazilië, nog een aantal landen meer die ik hier nog niet bij heb staan. Zij bespreken de opties voor de aanleg van het USKY Tracks en de samenwerkingsverbanden die ze hiermee moeten aangaan. En dan ben je echt wel ver in de gesprekken. Dus die onderste landen die zijn allemaal al bezig om te zorgen dat er in hun land gebouwd kan worden. Hier zie je bijvoorbeeld een delegatie uit Zwitserland die er is geweest. Dat is niet alleen een leider van een land, maar dit zijn dus ook bouwbedrijven en burgemeesters van steden waar ze doorheen moeten om te bouwen. India is terug. En wat schrijven ze? Ze zijn op zoek naar nieuwe technologieën en betrouwbare partners. Mensen die weten wat er gebeurd is, die vinden deze uitspraak heel speciaal. Dus ze hebben in het park kennis gemaakt met het tropische yucca. Je ziet, ze staan er allemaal voor de foto. Links, foto links, rechts zitten ze in de yucca. En dit is dus aangepast voor koud en warm klimaat. En het warme, droog klimaat staat hier, is er tot een maximale bedrijfstemperatuur hoger dan 55 graden Celsius. Maar voor koud klimaat is het ook dat het tot 35, 60 graden onder nul mag zijn. En dat het in de wagon heel fijn blijft. Hier zie je de mensen uit India, die zijn echt in de bespreking. Rechtsboven zie je dat ze in het ecohuis zijn. Links krijgen ze uitleg.
Dus hier is echt heel veel ineens heel snel gegaan. Sorry. Dit is Brazilië. Dit zijn niet alleen delegaties van overheidsfunctionarissen, maar ook burgemeesters. En ook de ondernemers uit Brazilië. En als je ondernemers uit Brazilië krijgt, dan krijg je dus de bouwbedrijven. En die komen hier kijken. En dan kijken ze rechtsboven hoe geïnteresseerd dat ze zijn in alle techniek daar. Kan er nog niet meer over zeggen. Vietnam. František Solar en Vladimir Maslov zijn daar geweest. Al verschillende keren inmiddels. Ze hebben flinke tijden in quarantaine gezeten, onder vervelende omstandigheden. Maar ze hebben daar goede afspraken gemaakt. En rechts zie je de Transnet. Maslov staat daarbij bij Transnet. Ze hebben daar een fietstransnet opgericht. En dat is speciaal om te bouwen in Vietnam. En daar worden inmiddels verdere gesprekken gevoerd. Er zijn al handtekeningen gezet, zoals ik begrepen heb. Maar er kan verder nog niks naar buiten komen. Dus zo gauw we iets weten dat we een traject zeker hebben, dan gaan we dat zeker vertellen. En dit is Rwanda. De ambassadeur is er geweest, samen met iemand van het landsbestuur. En die zijn dus ook wezen kijken. Worden speciaal door Janinski geholpen. Ah, ik heb straks gezegd een ander land. Dat is Rwanda. Kijk even terug. De mensen uit Rwanda, die hebben dus die wagon laten bouwen. Deze wagon, die getest is in het park in Belarus. Daar hebben ze dus die foto die ik daarnet had. Daar hebben ze een wagon laten maken. Speciaal voor hun. Ze zijn echt heel erg geïnteresseerd en ze hebben interesse om een aantal routes daar gaan te bouwen. En hier hebben de foto's van de wagons voordat ze ingepakt waren. Staan ze ook in de productiehal. En dat is gewoon heel mooi als je dan dit ziet. Er zijn meer dan 50 ontwerpbureaus mee bezig geweest om dit weer verder te ontwikkelen. Dus het is niet zomaar vlug eventjes een wagonnetje bouwen. Er zijn heel veel bedrijven en ontwerpbureaus, maar ook uitvoerende mensen bij betrokken voordat heel zo'n wagon klaar is om te gaan testen en dan verder uitgewerkt te worden. Dit is een dame uit Kirchingen. Zij is een leider van twee transportbedrijven. Er is algemeen directeur van. En zij is ook hier speciaal door Anatoly Janinski zelf ontvangen. Want als je iemand van een transportbedrijf binnenhaalt, dan weet je gewoon dat die ook heel erg interesse hebben om hun containers of ander vervoer ergens heen te laten vervoeren. En die hebben meestal wel geld en die kunnen sneller beslissen als een overheid. Dus wat dat betreft is het heel interessant. En dan hebben we hier de koning van Lesotho. De koning van Lesotho, die hebben wij gezien toen wij daar waren in november 2021. Toen moesten wij even wachten, want er kwam een delegatie aan en wij wisten niet wie er was. En die delegatie bleek achteraf de koning en koningin van Lesotho. Dus dat is wel heel mooi dat wij dat toen gezien hebben. Alleen dat wisten we toen niet, dat kwamen we pas achter toen we thuis waren. En dan is het wel heel apart dat wij toen niet leuk vonden dat zij voor mochten kruipen. Maar als je dan achteraf hoort waarom wij moesten wachten en zij eerder mochten, ja, dan is het geweldig dat wij ze gezien hebben. Dus dat wil echt zeggen, wij hebben meegemaakt dat er echt delegaties komen die er rondgeleid worden. En dat mensen daar in gesprek zijn met Anatoly Janinski. Dit hebben we allemaal gezien. We hebben ze gezien uitstappen uit die auto's. En Lesotho, die ligt in Zuid-Afrika, maar die ligt niet aan een zee zoals je ziet. En zij willen hun landbouwproducten heel snel in een haven hebben om te vervoeren. Want dan zullen er heel veel problemen opgelost worden. En daar zijn ze heel versneld mee bezig om een traject te bouwen. Ook in Abidjan, daar is een tentoonstelling geweest. Daar waren verschillende professionals uit verschillende landen. En die hebben elkaar daar ontmoet en die zijn ook met elkaar in gesprek gegaan. En als je dan ziet, het zijn echt grote overheidsdelegaties die daar zijn geweest. En als je dan weet dat Janinski Stringtechnologie daar ook tussen stond, ja, goed om te weten. Ze hebben ook in de wagon het luchtklimaatsysteem verbeterd. En het ontwerpbureau die zegt dat ze bewijzen hebben dat ze de effectiviteit zelfs bij 50 graden Celsius goed werkt. Het is een unieke ontwikkeling en de cabine die wordt, zo bekijken, continu gevoed met een bepaalde hoeveelheid frisse lucht. En die wordt gecompenseerd met de uitgeademde lucht van de passagiers.
Het is succesvol getest bij temperaturen van min 3560 en plus 3560. En de temperatuur kan, het binnenklimaat kan gehouden worden op ongeveer tussen 18 en 23 graden Celsius. Dit zijn een aantal plaatjes van de stations die gebouwd worden. En waarom willen wij daarin investeren? Nou, snaartransport is heel milieuvriendelijk. Het stoot geen schadelijke stoffen uit. Voor een aanleg is heel weinig grondoppervlak nodig. Amper een bospad. De snaarbanen zullen het landschap niet verstoren. Het blijft gewoon heel mooi. Er wordt geen bomen worden gekapt. Het gaat allemaal boven de natuur door. De natuur kan doorgaan. En als je dan kijkt in landen waar nog weinig infrastructuur is, dan is het daar gewoon heel fijn om dit te kunnen bouwen. Dan blijven toch de bossen intact, de milieu, het klimaat blijft goed en mensen kunnen reizen. En ze kunnen daardoor hun financiële inkomen per persoon kan gewoon verhoogd worden. Dat heb ik begrepen. Wat zijn de financiële gevolgen omdat er nu nog steeds in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland zo'n problemen zijn? Want er vragen heel veel mensen naar, daar hebben wij niks mee te maken. Heel raar om te zeggen, maar we hebben wel een park in Belarus. Maar de financiële financiële gelden die naar Skyworld Community gaan, die zijn niet in Wit-Rusland. Daar is wel een park, dat wordt gebouwd, maar verder niet. De gelden die zitten in Cyprus, in Vanuatu, dat is boven Australië, en in de Cayman-eilanden. Dus dat is wel heel erg fijn voor ons om te weten dat de betaalmogelijkheden gewoon door kunnen gaan en dat ons geld niet in gevaar is. En hier zie je een plaatje waar het verdeeld is over de wereld. Dan zie je dat het heel erg mooi verdeeld is over de wereld waar ons geld allemaal opgeslagen staat. We hebben het ook gevraagd aan de technische dame, de vrouw van Anna Tugninski, en zij schreef letterlijk aan ons van: we hebben alle nodige materialen ingekocht, wat voldoende zal zijn om al het geplande werk in Wit-Rusland voor dit jaar te voltooien. Onderbrekingen in de levering zullen ons niet hinderen en er zijn geen problemen met de bevoorrading in de Verenigde Arabische Emiraten, want alle afspraken kunnen we nakomen. Nou, dat is gewoon heel fijn. En de regering van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de vicepresident en premier van de Verenigde Arabische Emiraten, die heeft het gebruik van crowdfunding inmiddels goedgekeurd. In de publieke en de private sector. Heel apart om dat te doen. Daar hebben ze toch even goede gesprekken over moeten hebben natuurlijk. Maar hij heeft nu opgemerkt dat crowdfunding de beste manier is om financiering te krijgen voor innovatieve zakelijke ideeën. Zeker ook voor jonge innovators en ondernemingen die kunnen daarmee geholpen worden. En zij ondersteunen het nu dus. Dus dat is ook voor Jyniske Stringtechnologie heel fijn dat daar zelfs voor hun geloof goedgekeurd is. Er zijn 15 fases in ontwikkelingen. En we zitten nu in fase 14.2. En we gaan naar 14.3 op 19 oktober. Dus 19 oktober is de laatste dag dat we daar naartoe gaan. En mensen moeten even goed in hun account kijken. Want in het account bij mensen die nog een tijdje terug iets geïnvesteerd hebben, die krijgen zelfs een korting. Als je bijvoorbeeld $500 of $1000 geeft, dan krijg je een dubbele korting. Ga maar eens kijken. Als je het niet begrijpt, dan bel me. Want ik kan er verder hier nu niet over verder uitweiden. Maar in je account kun je heel veel dingen zien. Het is een beetje onduidelijk allemaal geschreven. En bel me gerust op als je er iets meer over wilt weten. Want het is echt nu even heel belangrijk om daarvan goed op de hoogte te zijn. Houd daar even rekening mee. Het bedrijf heeft nog een onderdeel meer wat heel belangrijk is. En dat is: ze kunnen zorgen dat er geen ongelukken gaan gebeuren. Dat mensen er niet tegenaan kunnen rijden of lopen. Want op het moment als een persoon, zoals je hier ziet in de rode persoon, die komt binnen een bepaalde afstand van een wagon en dan stopt de wagon. Op het moment als die persoon naar de wagon toe loopt, gaat hij zelfs achteruit. En als je weer wegloopt, dan gaat je hem achterna. Als hij uit de rode lijn is, dan kan de wagon weer gewoon doorrijden. Heel speciaal, er is een filmpje van. Super mooi om te zien. Er zijn ook officiële websites waar je kunt gaan kijken. Van alles om van Anatolij Jyniske te zien. En als er vragen zijn, dan mag je mij dus altijd bellen. Ook Earl. Hier staat Earl's telefoonnummer en dat van mij.
Want ik denk dat het een beetje onduidelijk is wat er allemaal gezegd wordt. Maar u mag mij vanavond nog 2 uur na deze uitzending zelfs nog bellen. En anders volgende week of zo. Of eind van de week. We zijn altijd ter beschikking voor jullie om de vragen te beantwoorden. En vooral omdat we naar fase 14.3 gaan. En daarna is er alleen nog fase 15. Die wordt niet in delen gedaan. Het is gewoon één fase 15. En dan stopt het. En dan is het voor ons niet meer mogelijk om het bedrijf nog verder om met deze technologie te ondersteunen. Komen er waarschijnlijk wel andere dingen, maar het is nu even heel belangrijk. Houd er rekening mee, kom even met vragen, want we kunnen denk ik nog wel wat meer informatie geven, maar het is heel lastig om dat nu hier te doen. Dus dan zou ik zeggen verder, bedankt voor jullie aandacht en misschien spreek ik jullie binnenkort. En verder zou ik zeggen, een fijne avond en tot de volgende keer.